Het boek gaat over iets gruwelijks dat Aditje is overkomen. Zij is namelijk op Valentijnsdag 2010 op straat door een jongen die ze niet kende neergestoken. En alle psychologische en lichamelijke gevolgen van dien, de zoektocht naar de dader ook, dat wordt eigenlijk in het boek uitvoerig besproken zo. We zijn eigenlijk eerst heel veel gesprekken gaan voeren. En op basis van die gesprekken, ik laat haar eerst maar vertellen. En dan kom ik altijd terug met vragen. Van hoe zit dat juist en hoe zit dat juist? En op een bepaald ogenblik heb je dan het gevoel van we hebben alles wel verteld. En dan ben ik een korte inhoud gaan maken die altijd, want we hebben altijd alles teruggekoppeld naar Aditje gegaan is. Door haar ook werd nagelezen. En als dat dan zijn goedkeuring had, dan zijn we zo stukje per stukje gaan uitschrijven. En heeft Aditje bijvoorbeeld daar ook de typische jongerentaal die ik als niet meer zo piepjonge schrijver minder beheerst, daar wel wat in toegevoegd en alles. En in die zin is het eigenlijk ook een mooie samenwerking geworden.